Oh ja, wat zijn de vergelijkbare eigenschappen? Of ja, het is zeker, oh, de lengte. Ja, de haak. Als ze gaan haar haar kleuren. Nee, ook niet. Ook niet. Maar dat was ongelijk. Ook niet. Ik stap dadelijk in de auto bij Janneke en bij Sandra. En weet je wat daar ontzettend luxe aan is? Ik hoef zelf niet in de auto te stappen, want ze zit in Ulft. Kijk maar. Ik zit vandaag in de auto bij Sandra en bij Janneke van Look and Feel. Wat doen jullie precies met jullie bedrijf? Wij verzorgen stijlconcepts, zeg maar, in meestal de zakelijke wereld. En dat is het totaalplaatje van interieur, van branding tot interieur, tot hoe mensen gekleed gaan en de hele visuals, et cetera. Dus het is eigenlijk een beetje een totaal concept. Onze diensten zijn ook los, zeg maar, te verkrijgen. Merken, want bij sommigen heb je niet een heel stijlconcept nodig. Nee. We hebben nu bijvoorbeeld wat losse opdrachten ook voor alleen een website. Of voor alleen een social media pack. Of logo-ontwerp. Interieur hebben we ook een los onderdeel van. Dus, nou goed, het is het totale concept wat mensen gewoon heel erg aanspreekt. Want vaak zijn dat toch de losse stukjes waardoor je geen totaal gevoel krijgt. Mm-hmm. Nou goed, en dat totaalgevoel, daar zijn we blijkbaar heel goed in. Ja. Want jullie zijn redelijk net begonnen, hè, hiermee? Eigenlijk officieel. Wanneer zijn we ingeschreven? In november. In november zijn we ingeschreven. Ja, afgelopen november. Ja, ja, wanneer zijn we echt begonnen? Ik denk dat... Echt actief? Medio vorig jaar hebben we het weer opgepakt, Want we borrelden al wel her en der wat. En toen hadden we zoiets van, nou weet je, dit blijft gewoon een dingetje. En vooral bij mij ook. En dat ik dacht van, nou weet je, samenwerken is al leuker. Ja, brainstormen is leuker. En nou, we hebben gewoon een hele goede klik samen. En een half wordt genoeg bijna wel. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Eigenlijk de eerste contacten zijn dan in de makelaardij. We zijn allemaal nog werkzaam in de makelaardij op dit moment. Mm-hmm. En zo zijn wij elkaar... Nou gaat de auto even opnieuw starten. Ja. Zijn we elkaar eigenlijk... Dat zijn denk ik de eerste kennismaking. Ja, hoe is dat daarna eigenlijk gegaan? En toen ben ik begonnen met Look and Feel. En toen hadden wij daar een logo voor nodig. Ja. Dat was het. Omdat wij ook het zakelijke gedeelte erbij wilden pakken. En toen hadden we van, er moet iemand een mooi ontwerp maken wat wij voelen... op dat moment. Nou, toen kwam Janneke, zeg maar. En die heeft toen het hele Look and Feel logo ontworpen. Ja, en dat was meteen een schot in de roos. En daardoor is Look and Feel een iets andere weg gaan bewandelen. En toen zijn wij samen verder gegaan. Ja. Dus jij bent het eigenlijk begonnen? Ja. Ja, Sandra eigenlijk is wel. En jij bent er later mee gekomen. Jij bent meer eigenlijk toch, als ik het goed begrijp, degene die de interieurs en dat soort dingen... Volgens mij ook kleding, of niet? Met kleuren? Ja, daar zijn we wel mee bezig. Want jij bent meer degene, Janneke, die de logo's en dat soort dingen ontwerpt. Ja. Is dat meer jouw ding? Ja, ik ben meer de grafisch vormgever. De vormgever. Alhoewel, ik moet zeggen, door het samenwerken nu zo merken wij wel heel erg overlap. Mm-hmm. En door het overleggen samen. Ja, bedoel, je hebt allebei gevoel voor vormgeving, kleuren. Ja. Dus dat gaat heel erg goed. Gewoon one big mind. Ja, het is gewoon een creatief ei. Waar halen jullie inspiratie vandaan? Het hele internetgebeuren en Pinterest is natuurlijk een hele... Ja, Pinterest is heel erg fijn. Ja, inspiratie te doen. Ja. Nou goed, en ik denk gewoon de wereld om je heen, weet je. We komen graag overal en... dingen wat je ziet en wat je... Ja, en dat is denk ik ook hoe een creatief brein werkt. Als ik hier naast mij kijk naar die vuilniswagen en ik zie die kleuren met dat roes. Ja. Dan denk ik, goed. En daarom doen we ook allebei aan yoga en meditatie. Oh ja, ja. Spanning, tot rust komen. Ja. En hebben jullie al een kantoor samen of zit dat nog in de planning? Dat zit in de planning. Ja, we werken nu gewoon vanaf... Ja, allebei vanuit huis. Ja. En dan spreken we gewoon af, zeg maar. We proberen elke week, zeg maar, wel echt momenten te plannen dat we samen zitten. Ja, nou ja, maar we willen graag inderdaad echt een stijlstudio. Ja. Dat we van ons laten zien. Ja, kunnen we onze opdrachtgevers uitnodigen.
En daar gewoon echt onze stijl neerzetten. Mm-hmm. En hun daar in onze wereld uitnodigen. Ja. Dat is, dat is eigenlijk onze wens. Onze wereld uitnodigen. Ja, wij zien het ook echt als onze wereld. Mm-hmm. Ja. Dus het voelt gewoon helemaal niet meer als werken. Dus nee, dat is geen werk. Nee. Zo is het ook. Ja. Nee. Want dat zegt ze natuurlijk wel naast je gezin. En dat we allebei nog een andere baan hebben. Van hoe doe je dat? Ja, dat gaat gewoon. Ja, dat gaat. Omdat dat geen... Ja, dat kost geen energie. Het geeft je meer energie. Ja, het geeft je echt energie. Dus dat... Ja, en als we dan straks natuurlijk gewoon helemaal op onze eigen benen kunnen staan. Ja, dat is natuurlijk onze grootste wens. Ja, maar we zeiden net al, jullie zijn redelijk net begonnen. Ja. Half jaar ongeveer, hè, dat je echt actief helemaal bezig bent. Ja. Jullie hebben al leuke opdrachten. Ja. Hoe komen jullie dan aan die opdrachten? Ja, het is nu echt mond-op-mond reclame. Ja, mond-op-mond reclame. Dat is heerlijk. Ja, veel meer kan ik het ook niet van maken. Nee. Want we zijn nog helemaal niet bezig met... Eigenlijk acquisitie? Acquisitie zijn we nog helemaal niet aan het doen. Met een luxe. Nee. Ja, eigenlijk wel. Ja, eigenlijk, nou, je het zo zegt, is dat inderdaad wel echt heel erg luxe. Ja, want op jullie site hebben jullie ook gewoon heel duidelijk alle pakketten aangegeven. Van dit kun je kopen voor zoveel geld. Ja. Dat is volgens mij ook nog wel een ding wat normaal niet echt snel gebeurt. Echt wel een beetje een keuze geweest van ons. Van wat gaan we nou doen? Willen we een soort van webshop erin gaan hangen, zeg maar, in de site? Nou, daar over gaat van, nou, weet je, we willen gewoon heel transparant zijn, dus mensen kunnen dat gewoon zien. Van, dit kosten wij gewoon, klaar. Mm-hmm. Ja. En natuurlijk met een gesprek, noem het allemaal op, dan kan er natuurlijk van alles met elkaar overlegd worden. Ja. Maar ja, dit zijn wij waard. En Janneke, wat is nou iets aan Sandra waarvan jij denkt, oh, dat vind ik zo tof aan haar? Ja, ik vind dat gewoon helemaal geweldig. Nou, dat is sowieso wel een goed antwoord. Dus als ik hem andersom aan jou stel, dan is het ook gewoon... Ja, alles... maar dat is. Ja, dat denk ik echt. Ja. Het is een soort zusje. Ja, zo moet je het eigenlijk zien. Ja. Nou, goed. Ja, en ook op zo'n momenten, want ik bedoel, buiten het zakelijke om... hebben we natuurlijk ook allebei onze eigen privéleven. En je merkt dat dat ook... Het weeft gewoon door elkaar heen. Mm-hmm. En goed, en, ieder huisje heeft zijn kruisje. En dat je elkaar daar ook opvangt met van alles en nog wat. Dus dat is natuurlijk mooi. Dus goed, het is... Ja, ik zie alleen maar win. Veel plezier. Win. Ja. En, ja, maar goed, we zijn ook wel... Want je komt dan op een gegeven moment op een strijd... Of op een stuk dat je zegt van... Goed, we moeten wel dingen ook vast gaan leggen. Hè? Ja. We zijn dus ook heel enthousiast. En dus we hadden echt zoiets, nou, we moeten wel contractueel dingen vastleggen. Ja. Want Janneke zegt dan altijd zo'n mensen, ja, maar stel voor dat ik wat met mij gebeurt. En ik lig ziek op bed met iets. Dan moet jij verder. Ik zeg, maar dan moet ik bij jou aan bed zitten. Ja. Thee brengen en zo. Ja, maar toch ook maar na 3 maanden dan. En dan. En denk ik, goed, dan moet er wel wat gebeuren. Ja, wij zijn ook wel zo zakelijk dat we dat soort dingen echt vastgelegd hebben in een contract. Van, god, weet je... Wat als dit en wat als dat. Goed. Alles goed geregeld. Ja. Wij regelen voor onze opdrachtgevers dingen goed, maar ook voor onszelf. Voor ons, dus de naam Look & Feel is niet van mij, maar van Sandra. Punt 1. Jullie zijn ook bezig met een ander concept. Geef eens een klein beetje inside information. Ja, en dat is ook een beetje een soort concept wat we willen doen. Wat we eigenlijk alleen maar uitdoen uit blijdschap. Hebben we hebben de naam al vastgelegd. Inspiratie heeft het te maken en jeugd. En, Dus we zijn toch alweer van ons padje af al. Maar goed, daar zitten we niet de hele dag aan. Dat is echt dat we denken dat we één creatieve explosie hebben. Dat we denken, dan gaan we daar weer mee aan de gang. Ja, dat is een soort testcase, denk ik. Ja. Als ik jullie dus over 6 maanden nog een keer spreek. Ja. Waar staan jullie dan? Oh ja, wat hebben we dan bereikt? Nou, daar staat onze... het uitstapje staat dan ook al helemaal. Ja, dat denk ik ook. Ja, ons nieuwe uitstapje. Ons nieuwe uitstapje, dat staat dan meer. Het is nog een beetje afhankelijk. Ik denk dat we dan inderdaad de kantoorruimte hebben. Mm-hmm. Dat we onze eigen plek hebben. Mm-hmm. Onze stijlstudio. Mm-hmm. Wat nog meer? Ja, ik hoop dat we natuurlijk nog veel meer mensen hebben die het vertrouwen in ons hebben allemaal. En heel veel leuke creatieve dingen hebben mogen bedenken. Ja, dat is het, denk ik. Nou, super! Ik wil jullie ontzettend bedanken voor deze hele gezellige reden. Ja, jij bedankt. Superleuk. Ja. Wat een enthousiasme knalde er door die auto heen. Echt fantastisch. Als jij nou ook eens een keer jouw enthousiasme over hetgeen wat jij doet met mij wilt delen, stuur me dan even een mailtje en dan verzie ik je voor meer informatie. En wie weet gaan wij op pad samen. Tot de volgende.